Welkom bij deze video over slim lesgeven in 90 seconden. Mijn naam is Katja van Wel. Ik ben leerkracht in het speciaal basisonderwijs, onderwijskundig ICT'er en Microsoft Innovative Educator Expert. In deze video laat ik je samen met mijn collega's en wat leerlingen zien hoe je tijdens een online les of vergadering iedereen in beeld kan krijgen op verschillende manieren. Standaard zie je tot 9 mensen in beeld op basis van degene die het meeste spreekt. Om tot 49 mensen in beeld te krijgen, klik je op de 3 puntjes in de taakbalk op Grote Galerie. Je moet wel met minimaal 10 mensen zijn om deze optie te kunnen gebruiken. Daaronder zie je de samenmodus staan. Deze werkt alleen wanneer minimaal 5 deelnemers hun camera aan hebben staan. Deze indeling geeft je het gevoel dat je samen met elkaar in dezelfde virtuele ruimte bent. Selecteer thema wijzigen om de achtergrond voor iedereen te wijzigen. Je kunt kiezen uit een hele hoop thema's. Op deze manier wordt lesgeven of vergaderen een stuk leuker en wordt het gevoel van verbondenheid versterkt. Doe er je voordeel mee! Help jij je collega's ook met slimmer lesgeven? Deel snel deze video met ze. Wil je nog meer tips krijgen? Ga dan snel naar het YouTube-kanaal van EduTrainers en abonneer je. Stap voor stap. Digitaal, didactisch vaardig met EduTrainers en Microsoft. Tot de volgende keer!